Luttele uren voor het verstrijken van de transfer deadline versterkte PSV zich maandagmiddag met de 27-jarige Erik Kwekel. PSV huurt de spits voor de rest van het seizoen van FC Den Bosch. Erik Kwekel, geen onbekende in Zuidoost-Brabant. Die heeft voorheen ook bij Helmond Sport gespeeld en is nu bij FC Den Bosch actief. Kwekel moet je echt zien als een versterking van jong PSV. Kijk, op het moment dat Locadia iets overkomt en als er met Luc de Jong iets gebeurt, ja, dan zou dat natuurlijk kunnen. Hij staat bij PSV ingeschreven, maar ik ga er niet vanuit dat Kwekel ook maar een minuut of een seconde in PSV inspeelt. Dat lijkt me uitgesloten, eerlijk gezegd. Hoe groot acht jij de kans dat PSV er nog eentje haalt voor 12 uur? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Ik heb nu al een aantal van dit soort dagen meegemaakt. De ene keer gebeurt er nog iets op het laatste moment. Maar de ervaring leert wel dat meestal op het laatste moment, allerlaatste moment eigenlijk bij PSV niks meer gebeurt. Ja, PSV heeft nog een aantal draadjes uitstaan. Die draadjes zijn nog niet helemaal doorgeknipt. Maar ja, goed, het werkt eigenlijk als een soort veiling, transfersysteem. Dit is de laatste dag dat iets mogelijk is. En 12 uur verloopt de markt. Dus ja, onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen ze. En het zou kunnen dat er misschien nog iets gaat gebeuren vanavond.